op De Nieuwe Ooster, begraafplaats en crematorium van de gemeente Amsterdam. De Nieuwe Ooster is van de stad en voor de mensen in de stad, dus voor alle Amsterdammers en iedereen die zich Amsterdammer voelt. De begraafplaats heeft geen winstoogmerk. Het is een rijksmonument, het park is een rijksmonument en ook de gebouwen zijn rijksmonumentaal. En het is ook een groen eiland eigenlijk in de stedelijke omgeving. Er zijn heel veel bijzondere dieren en planten. En het is ook eigenlijk het stenen archief van de stad. Dus achter iedere steen, iedere grafmonument hier zit een verhaal. Er is veel gebeurd. Eigenlijk zijn we gaan ontdekken hoe bijzonder De Nieuwe Ooster is. We zijn gaan ontdekken dat het park van landschapsarchitect Springer is. Toen hebben we ook de rijksmonumentale status gekregen. Maar er waren ook dingen die verouderd waren op De Nieuwe Ooster. Het crematorium voldeed niet meer aan de nieuwste Europese milieunormen. Dus er moest een nieuw crematorium komen. In het park is veel gebeurd. En als resultaat daarvan hebben we nu een uitvaartmuseum op ons terrein. We hebben een café voor nabestaanden, Café Rozenburg. Bijna is het klaar dat we ook een nieuwe, grotere, kleine aula hebben voor zo'n 40 personen. Het nieuwe crematorium is er met een nieuw afsluitend ritueel bij crematie. We hebben urnentuinen gekregen, we hebben bijzondere keldergraven, algemene graven. We hebben hier sinds kort bij De Nieuwe Ooster het ritueel dat de overledene bij ons naar boven kan gaan. We hebben hierachter is een heffer waar we de overledene met de katafalk, dat is waar de overledene op staat, naar achter gerold wordt. Ik vraag dan de familie mij te helpen zodat we de overledene goed recht naar achter kunnen rijden. En ik breng hem of haar naar deze heffer. Ik zet de katafalk op de rem. Kijk altijd even of het goed recht staat. En dan zijn we klaar voor het ritueel. De bouwprojecten zijn bijna afgelopen. Er moeten eigenlijk nog twee dingen gebeuren. De kleine aula moet nog worden afgemaakt en die zal in het najaar klaar zijn. En aan de achterkant van de aula hing altijd een beroemd kunstwerk van Fred Carasso. Dat is de Engel Genius. Die keek altijd uit over de laan naar de hemel. En die engel die wordt deze week weer teruggehangen.